Oké, Emma, wat zullen we doen? Zo rustig hier zonder Julian. Zullen we doen alsof we Julian zijn of zo? Ja, wat zou Julian doen in deze situatie? Zullen we doen alsof we Julian zijn, inderdaad? Wie is de echte Julian en wie doet het het best? Oké, laten we eerst wat tv kijken en dan beginnen we, oké? Ja, maar inderdaad, wat zou Julian doen? Ik weet het ook niet. Misschien kunnen we hier even kijken. Oké, laten we kijken wie het beste Julian kan nadoen, oké? Oké, is goed. We kunnen allebei naar zijn kamer gaan. Dat helpt waarschijnlijk meer. Ja, klopt. Laten we anders naar zijn kamer gaan, inderdaad. Of misschien hier het zwembad. Daar staat hij ook meestal, toch? Ja, inderdaad, dat kan ook. Wat zou Julian doen, inderdaad? Zou hij van deze trap afglijden of zo? Laten we anders in zijn kamer kijken. Daar is vast meer om te doen. Oké, is het hier in onze kamer? Laat me even denken. Ja, klopt. Wat doet Julian meestal? Hij maakt meestal gewoon een hele grote chaos, maar ik weet niet wat hij nog meer doet. We zijn wel in zijn kamer. Oh, zijn skateboard natuurlijk. Hij zit altijd op zijn skateboard. Ja, en zijn bed. Hij ligt ook altijd op bed en hij springt er altijd in en zo. En zijn tablet. Hij zit altijd op zijn tablet. Ah, ik ben net van een skateboard gevallen. Het is zo lastig. Oké, we gaan onze tablet. Laten we wat films kijken, hè, Emma? Ja, klopt. Net als Julian altijd doet. Ik mis hem eigenlijk best wel. Ja, klopt, hè? Het is zo leeg het huis onder hem. Er is helemaal geen chaos of zo. Misschien kan ik met dit autootje spelen. Dat lijkt me wel iets wat Julian zou doen. Oh, en met deze boor. Ik ben een betere Julian, Hanna. Ik kan het veel beter dan jij. Oh ja, dat denk ik niet hoor. Zullen we een wedstrijdje houden? Ja, is goed. Ga maar. Ga van mijn tablet af. Nee, hij is van mij nu. Laat me met rust, Emma. Hè, Hanna? Emma, hebben jullie nou ruzie of zo? Hè, waarom zijn jullie in de kamer van Julian? Jullie zaten niet in jullie eigen kamer? Hè, waar zijn ze nou? Ik dacht dat ze hier beneden waren, maar ik hoorde wat, maar... Ah, de tablet. Hij is van mij. Nou, dan ga ik op het skateboard. Laat mij dan maar hier. Oh, wauw. Kijk, hij gaat heel snel. Oh, oké. Dat ging helemaal fout. Wow, Hanna, pas wel op. Je maakt echt een rommel hier. Nou ja, dat is toch typisch voor Julian, of niet? Ah, mijn huis. Oké, wat kunnen we nog meer doen? Misschien is het bed en ervan afspringen of zo? Wauw, zijn bed ligt echt heel zacht eigenlijk. Auw, ik ben gevallen. Hanna. Jongens, wat zijn jullie nou in godsnaam aan het doen? Waarom is Julian's kamer zo'n rommel? Oh, wat is er nou gebeurd? Zo'n rommel hier ineens. Jongens, wat zijn jullie nou aan het doen aan Julian's kamer? Ik bedoel, waarom is het ineens zo rommelig? Ja, sorry man, we waren hier gewoon aan het spelen. En nou ja, wie vind je beter? Ik of Emma? Wie vind je de echte Julian? We zijn hier gewoon aan het doen alsof Julian zijn. Jongens, dat kunnen jullie toch niet doen? Het is een hele rommel hier. Jullie zijn nog erger dan de echte Julian. Daar waren we aan het voor aan het proberen, toch Emma? Ja, klopt Hanna. Het is ons goed gelukt. Oh jongens, één Julian is erg genoeg, maar twee Julians, dat is echt verschrikkelijk. Hoe kunnen jullie me dat aandoen? Het is zo'n erge rommel hier. Wie gaat dat opruimen? Nou, ik zou zeggen, net als Julian altijd zegt, jij moet het opruimen. Het is onze zaak niet.